Toen ik vijf jaar geleden mijn baan verloor, uh, ik was leerkracht in het onderwijs, nou was op een hele vervelende manier gegaan, stortte mijn wereld in. Ik was verdrietig, ik hing op de bank, ik deed niks. Ja, Na een paar weken had ik een nieuwe uitdaging. Denk ik, ik ga bij de zonnebloem mee, boot mee als vrijwilliger. Superleuk. Maar ja, dan hebben ze je gevonden, want binnen no time kreeg ik uh, een gesprekje bij de plaatselijke zonnebloem, dan werd ik vrijwilliger van Philly, een meteor. Uh, iemand die jonger was dan ik zelf. Nou ja, en, en binnen een paar maanden zat ik uh, in het bestuur. En was ik voorzitter van de activiteitencommissie. Het heeft me zoveel gebracht. Ik heb hierdoor ook weer een nieuwe baan. Uh, als coördinator recreatie bij een instelling waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Het is iets meer passen en meten geworden. Maar de zonnebloem, ik laat het niet meer los. Ik vind het geweldig en ik hoop nog jaren hier uh, mijn eigen nuttig te kunnen maken. Nou, dit was mijn minuut.